Hallo, voor deze eerste kleine sessie wil ik eventjes samen met jullie kijken hoe je aan de slag gaat om in Moodle en specifiek in onze website van Veiligheid in de Vingers, hoe je hier in je cursus de eerste les, de eerste oefening en de eerste taak aanbrengt en ook de eerste instellingen doet om dit zichtbaar of onzichtbaar te maken. Dus als je op de site komt, dus welzijnsdomeinen.be of training.welzijnsdomeinen.be, heb je rechts een knopje login. Ik klik daarop. Ik geef mijn gebruikersnaam en mijn wachtwoord in. Eventjes. De toetscombinaties hoef je niet te zien natuurlijk. Oké, je kunt eventueel je gebruikersnaam onthouden. Ik ga het in aanmelden. Je kunt kiezen om je wachtwoord te bewaren of niet. In elk geval, nu ga je dus hier zien alle cursussen waar je op ingeschreven bent. En je ziet, er zijn er een paar grijs geworden bij mij. Dat zijn allemaal omdat cursussen voorlopig onzichtbaar zijn. Omdat ze nog door de lesgever in ontwikkeling zijn. Ik ga dus bijvoorbeeld in mijn cursus Wat is een risicoanalyse? Ga ik verder werken, dus ik ga erin klikken. En nu krijg ik eigenlijk de cursus te zien zoals een leerling hem ziet. Als ik hem wil gaan bewerken, moet ik hier bovenaan dat icoontje klikken. Dat groene icoontje met dat potloodje in, dat is het edit-icoontje. Dus als ik daarop klik, dan kan ik dingen gaan wijzigen. Zie je? Dus nu kan ik in die cursus kan ik gaan zeggen van kijk, ik ga bijvoorbeeld dit stukje hier, die nu onzichtbaar is, bewerk tonen, zichtbaar maken. En dat stuk hier over de methodes, oei oei, dat is nog niet helemaal op punt, dus ik ga dat verbergen. Je kunt ook andere dingen gaan doen, je kunt iets markeren als belangrijk. Wat doet dat? We gaan eens kijken. Dan wordt het opvallend gemaakt, dus dan krijgt het een oranje kleur, of een roze kleurtje. Dus daarmee geef je aan, dit is een belangrijk stuk van de cursus. Dus op die manier kun je dus eigenlijk een aantal wijzigingen aanbrengen in je structuur. Kun je zeggen wat er belangrijk is. Oké, dus ik heb nu in deze, het is meer een testcase dan iets anders, in deze lessenreeks over risicoanalyse al enkele puntjes, enkele methodes, enkele punten aangebracht rond de Kini-methode. En ik ga nu een stukje theorie toevoegen over de methode van het gezond boerenverstand eigenlijk. En als je dus klikt hier onderaan op het knopje activiteit of bron toevoegen, krijg je dus een keuzescherm waar je te zien krijgt welke soorten activiteiten of bronnen je kunt toevoegen. Wat is het verschil tussen activiteit en een bron? Een activiteit is iets waar interactie komt of waar je iets laat doet doen door je cursisten. Een bron is documentatiemateriaal, hier kort samengevat. Laten we even beginnen bij de bronnen, wat het makkelijkste is. Dus een bestand is gewoon een bijlage, een excerpt, een Word-document of een PDF, of een afbeelding, een bestand dat de cursisten moeten downloaden en waarmee ze dan aan de slag kunnen gaan. Dus als je erop klikt, ene keer, dan krijg je ook een woordje uitleg over wat het is. Als je die wil gaan gebruiken, kun je ofwel de knop voeg toeklikken, ofwel dubbelklikken erop. Dat gaan we nu even niet doen. Je kunt ook zeggen een boek. Wat is een boek? Eigenlijk is een boek, ja, zoals een boek, een heleboel pagina's met een structuur. Dus een boek is eigenlijk een lang artikel dat een structuur heeft van koppen en tussentitels. Dat gebruiken we eigenlijk alleen maar als je zegt van ik heb een groot massief stuk lesmateriaal, een handleiding of zoiets. Maar ik denk dat we dat in onze cursussen niet zo vaak gaan gebruiken. Een IMS-inhoudpakket is een soort extern aangemaakt lespakket of inhoudspakket. Een label is heel eenvoudig. Als je in je overzicht een stukje multimedia, een filmpje of een fotoke wilt weergeven, kun je dat via een label, dan zal je filmpje direct te zien zijn in je inhoudstafel, zonder dat daar eigenlijk ook iets aan gekoppeld is. Dat is gewoon iets dat je kunt in je inhoudstafel plaatsen. Een map is een structuurelement. Je kunt dus zeggen van ik ga in die map een heleboel bestanden samenvoegen, omdat ze samen horen. Een structuurelement dus. Een pagina is waarschijnlijk
het bronnenmateriaal dat we het meest gaan gebruiken. Op een pagina kun je dus gewoon typen. En daar kun je inhoud op aanbrengen. Een URL is een link naar een externe website. Dus in ons geval gaan we nu een pagina bijmaken. Voeg toe. Of gewoon dubbelklikken hier. Dan kun je dus kiezen. En dan komt er een nieuwe pagina bij. We gaan die noemen de GBV-methode. Hier kun je een korte beschrijving geven, enkele regeltjes. En die kun je dan eventueel toevoegen op de inhoudspagina van je cursus. En hieronder komt eigenlijk het cursusmateriaal zelf. Dus ik heb hier al een stukje tekst klaargemaakt om erin te plaatsen. Dus de GBV-methode staat voor gezond boerenverstand. Ik kan een klein beetje structuur aanbrengen, dus ik ga... heel belangrijk, als je hier op dat knopje drukt, krijg je een ietsje groter menu. Ik ga iets vet zetten. Ik kan er eventueel een link, een YouTube-filmpje, een afbeelding insteken. Ik ga bijvoorbeeld hier een afbeelding toevoegen. Ik ga bladeren en ik ga een bestand uploaden. Of ik kan gewoon... Als ik mijn map heb, ik kan die gewoon hier opslepen. Oei, toch niet, ik was gemist. Ik dacht dat je er kon opslepen. Ik moest terugkeren. Ik ben niet alles kwijt, ik ben alles kwijt natuurlijk. Oké, even opnieuw. GBV-methode. Oh, ik zat er wel nog in, dus ik ben niks kwijt. Ik dacht toch dat ik kon figuren daarin slepen gewoon. Voilà, daar is hij zin. Dus we gaan dat nu eventjes... we gaan dat je kunt er een woordje... De expert... En dat uitlijnen naar links. En we gaan dat wat kleiner maken. 320. Bewaar afbeelding. Voilà. En ik heb dus een figuur toegevoegd. Ik kan eventueel ook een link plaatsen naar een YouTube filmpje of een bijlage aankoppelen. En als je dan verder gaat kijken, zie je nog enkele items die kunnen openschuiven of dichtschuiven. Daarin staan meer geavanceerde elementen. Je kunt daar gaan in kijken. Voorlopig hou je die gewoon op de standaardinstellingen. En naarmate je een klein beetje meer vertrouwd bent met de werking van Moodle, kun je gaan zeggen van ik ga daar een keer wat dieper op ingaan. Dus we gaan dat bewaren. We gaan terug naar de cursuspagina. En dan zie je dat die pagina hierbij gekomen is, de GBV-methode. Ik ga nog iets toevoegen. En nu ga ik ook... een klein beetje werk geven. Nu zou je kunnen zeggen van, oké, wat kunnen we allemaal doen? We kunnen een chatsessie inplannen. Als je dan zegt van, kijk, op die datum, op die dag, op dat uur, is er een geplande chatsessie. Die chatsessie kan dan ook opgeslagen worden en kan dan gebruikt worden als naslagwerk later. Chatsessies kunnen ook gewoon gebruikt worden door cursisten onderling om te gaan overleggen, als ze dat handig vinden. Dat is vooral handig als cursisten af en toe moeten... met elkaar in gesprek gaan of jou kunnen vragen stellen en ze daarbij eigenlijk moeilijker bij elkaar terecht kunnen. Certificaat, dat is niet zo direct voor ons, dat is voor het einde van de cursus. Een databank is een geavanceerd middel waar jij kunt als lesgever een structuur aanmaken en dan kunnen cursisten er iets in stoppen, voorlopig niet zo belangrijk. Externe tool niet zo belangrijk. Een feedbackformulier is op het einde van je cursus, begint met je cursus. Kun je feedback vragen over wat ze ervan vinden. Dat ligt min of meer vast, maar je kunt het gaan bekijken. Een forum is handig als je zegt van ik wil de mogelijkheid bieden aan de cursisten om te gaan in discussie gaan met elkaar, maar ze hoeven niet op hetzelfde moment aanwezig te zijn. Dus een forum is jullie niet onbekend. Het is een beetje zoals op Facebook. Iemand plaatst een berichtje en je kunt erop reageren en je kunt in discussie gaan. Als instructeur kun je eigenlijk ook punten geven op de inbreng van iemand in een forum. Een keuze, je kunt iemand heel snel een keuze laten maken of een klein vraagje stellen om te zeggen van willen wij ingaan op die GBV-methode of niet? Of rond welke
methode willen wij eventjes een workshop organiseren. Je kunt dus een hele korte vraag stellen en dan kunnen uw cursisten daarop antwoorden. Een les is een geavanceerde methode om te gaan differentiëren, waarbij je afhankelijk van de antwoorden er een ander pad kan ontwikkeld worden. Het is vrij geavanceerd, maar kunt daar eens naar kijken als je tijd en goesting hebt. Een onderzoek is eigenlijk een standaard tool die denk ik niet zo van toepassing is voor ons. De opdracht is voor ons eentje die belangrijk is. Als je zegt van ik wil dat mijn cursisten een taak uitvoeren en dan het zij een bijlage, het zij een tekst insturen, kun je dat via de opdracht doen. Een opdracht wordt typisch verbeterd door de leraar. In tegenstelling tot een workshop onderaan, die eigenlijk min of meer hetzelfde is, maar waar ook gebruik kan gemaakt worden van peer review, waarbij de cursisten elkaar gaan evalueren. Een scorenpakket, dat is als je wil een soort oefeningen invoeren die gemaakt zijn in een ander pakket. Dat zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld Hot Potatoes hebt thuis of een ander programma. En die dan een scorepakket aflevert. Heel technisch, als je dat gaat gebruiken, gebruik Scorm 1.2. En niet de allernieuwste versie, want nog niet alles is geïmplementeerd. De belangrijkste activiteit voor ons is de test. Hier kun je dus vragen, het zijn multiple choice, het zijn andere, onder elkaar stellen aan de cursist en gaan toetsen of hij of zij de kennis voldoende beheerst. Een wiki is een pagina waar cursisten kunnen zelf inhoud aanbrengen, structuur aanbrengen, notities maken en met elkaar kunnen delen. Ik weet niet of je dat gaat gebruiken of niet, kan handig zijn. Een woordenlijst kun je aanmaken in je cursus en hier kun je bijvoorbeeld de belangrijkste termen in opnemen die voorkomen in uw vakgebied of in uw specialisatie. Er is een kleine woordenlijst gemaakt voor de hele site, waarop tot nu toe enkele, maar dat kan groeien, enkele specifieke termen, zoals CPBW, opgenomen zijn. En waarom is dat handig? Als die afkortingen of die termen gebruikt worden ergens in je cursus, zullen die een link krijgen en dan kun je, als je dat in zo'n gestel hebt, kun je ook de mogelijkheid bieden om direct een woordje uitleg te geven bij die vaktermen. Dat is handig, dan moet je niet iedere keer al die woorden gaan uitleggen overal waar ze voorkomen. Een workshop hebben we al kort aangehaald. Maar, dus nu voor onze oefening gaan we even een test aanmaken. Wat de meest uitgebreide en ook de meest gebruikte zal zijn. Ook opnieuw, we gaan dat toevoegen. En hier krijg je dus opnieuw de naam van hoe gaan we onze test noemen. Dus ik ga hem noemen test GBV methode. Ik kan hier opnieuw een klein woordje uitleg geven. Je kunt opnieuw een aantal beperkingen gaan stellen. Je kunt zeggen van kijk, je moet die gemaakt hebben tussen die en die tijd. Je krijgt maar een kwartier de tijd om hem te maken. En daarna wordt het automatisch ingestuurd. Of, ja, dus je hebt een aantal opties. En dan kun je extra tijd eventueel bijvragen. Maar dus ik schakel meestal geen tijdsduurlimiet in. Maar dat kan zijn als je zegt van ik wil echt gaan toetsen op parate kennis. Dan kun je dan zeggen van kijk mensen, je hebt maar 5 minuten. Als je dat doet, is het wel goed dat je dat in je beschrijving duidelijk vermeld. Dan zitten je cursisten niet met de verrassing natuurlijk als ze een keer starten en dan pas ontdekken dat er een deadline zit. Hoe ga ik beoordelen? Je kunt in principe categorieën aanmaken. Hoeveel procent moet ik hebben om te slagen? Ik zeg van, ik moet 60% hebben om te slagen. Het is een cijfer op 10. Dus ik moet 6 op 10 hebben om te slagen. Ik mag 1 keer proberen, of ik mag 10 keer proberen, of ik mag zoveel proberen als ik wil. En welke punten krijg ik? Mijn beste score is degene die zal bijgehouden worden. Opnieuw, de rest kun je heel kort bij de opmaak. Moet elke pagina elke vraag op een nieuwe pagina, of mogen alle vragen op 1 pagina, of elke tussenvorm? Ik hou er nogal van om elke vraag apart te gaan stellen. En dan kun je opnieuw al die opties gaan bekijken. Dat is een interessante en een vrij belangrijke. Je kunt ervoor kiezen om voor multiple choice vragen enzovoort de antwoordvolgorde telkens anders te maken. Of, als je op nee klikt, om altijd dezelfde volgorde te hebben. Ik kan me inbeelden als je bijvoorbeeld zegt van hoeveel poten heeft een koe?
Als je dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaatst, dat heeft weinig zin dat die antwoorden door elkaar staan, want er is een logische volgorde in de antwoordmogelijkheden. Hoe vragen zich gedragen? Ik zou zeggen, probeer eens die verschillende mogelijkheden. Het ene zal direct feedback geven, het andere krijg je feedback op het einde. CBM wil zeggen een correctie. Als je een fout antwoord geeft, krijg je een nieuwe kans, maar gaan er al een deel van je punten af. Al die andere mogelijkheden, lees op je gemak, bekijk, loop er eens door. Maar onthoud van, als ik gewoon de standaard antwoorden, de standaard opties neem, ben ik eigenlijk al heel ver. Dus ik ga nu de wijziging bewaren. En dan kom ik op mijn vragenformulier. Maar, zoals ik zie, er zijn nog geen vragen geantwoord. Er zijn nog geen vragen toegevoegd, dus ik ga de test bewerken nu. En ik ga een vraag toevoegen. Heel eventjes, heel kort, hier zie je ook een vinkje. Mix de vragen. Je kunt dus ook de vragen laten veranderen van volgorde als je dat wil. En ik ga dus een nieuwe vraag toevoegen. Een vraag uit de vragenbank toevoegen. Wat is de vragenbank? Je kunt eigenlijk allerlei vragen toevoegen aan je eigen vragenbank. En dan eigenlijk een soort poelen creëren. Daar gaan we nu niet op in. Maar als je zoekt via Google naar Moodle, naar vragenbank of zoiets, zul je wel iets vinden. Excuseer. Dus we gaan gewoon een nieuwe vraag toevoegen. En nu heb je opnieuw een heleboel mogelijkheden. Een meerkeuzevraag, een waar niet waar vraag, een koppelvraag, kort antwoord, numeriek, een open vraag. Die zijn allemaal vrij eenvoudig, dus meerkeuzevraag. Er is één of er zijn meerdere mogelijke antwoorden juist. En dan moet je er gewoon aanklikken. Het is waar of het is niet waar. Heel simpel. Een koppelvraag verbindt de juiste elementen links met de juiste elementen rechts. En eventueel kun je een paar stoorzenders insteken die nergens bij horen. Een kort antwoord. Dus dat is een tekstvakje waar het antwoord automatisch gecorrigeerd kan worden. Bijvoorbeeld als je zegt van wie is de uitvinder van de saxofoon. Dan kun je zeggen van oké, het juiste antwoord is sax. Je kunt er eventueel nog de voornaam toevoegen als tweede correcte antwoord. Je kunt dus meerdere correcte antwoorden toevoegen. Je kunt zelf bepalen of hoofdletters belangrijk zijn of niet. Maar je kunt dus, dat is nog steeds autocorrectie, dus het zal automatisch controleren is het antwoord juist of niet juist. Numerieke antwoorden, dus moet een cijfertje zijn. Dan kun je zelfs een kleine foutmarge opsteken. Als je zegt van kijk, het is een meting en de juiste waarde is tussen de 400 en de 800, dan kun je zeggen van oké, kijk, alles wat daartussen valt is juist. Dus het is wel vrij geavanceerd. Het is niet gewoon, ik moet hetzelfde cijfertje hebben, het mag in de buurt komen. Een open vraag, dat is de enige vraag, of de belangrijkste vraag, die je zelf moet evalueren. Dus hiermee vraag je gewoon aan je cursist, antwoord kort op de vraag, en jij moet hem lezen en zelf bepalen hoeveel punten je daarop geeft. Een berekend antwoord, dus, daar zeg je dus, ik ga een bepaalde formule hanteren, en de computer berekent aan de hand van willekeurige waarden binnen een bepaald bereik een bepaalde oplossing. Voor de meeste van die methodes moet je maar eens kijken. In de cursus rond risicoanalyse heb ik die allemaal gebruikt en je kunt die dus allemaal gaan uittesten. Berekend eenvoudig, ik weet niet goed wat het verschil is. En een berekende meerkeuze betekent je kunt verschillende formules gaan steken in je antwoorden. En dan krijg je dus verschillende antwoordoplossingen. En dan moet de cursist zeggen welke volgens hem het juiste antwoord is. Ingebedde antwoorden, dat is in een tekst, zitten tekstvakjes met een multiple choice. En je moet dus als cursist het juiste antwoord in elk vakje gaan invullen. Of is het uit woorden verslepen? Het is in elk geval een meer keuzeoptie. Je moet de woorden naar de juiste plaats slepen. Je moet de ontbrekende woorden selecteren. Eventjes uitproberen gewoon. Sleep en zet neer op afbeelding. Het typische voorbeeld is van, je krijgt de kaart van Europa en je hebt alle vlaggen van vijf landen en je moet de vlaggetjes op het juiste land slepen en dan klopt het. Sleep- en neerzetmarkeringen zijn iets analoogs, maar niet helemaal hetzelfde. Probeer dat eens uit, zou ik zeggen. Dan heb je nog slepen en neerzetten in tekst, waarbij je dus bepaalde woorden kunt op een afbeelding slepen.
en een willekeurig kort antwoord koppelen is, ja, nog niet geprobeerd. Dus bekijk dat eens. En beschrijving is gewoon, gewoon een woordje uitleggen eigenlijk. Dus dat is niet echt een vraag, dat is gewoon een woord uitleggen bij wat er gaande is. Dus ik ga nu in dit geval bijvoorbeeld een meerkeuzevraag aanmaken. Ga toevoegen. Het ging over de GBV-methode, multiple choice. GBV. Je kunt dus je vraag beschrijven. Die vraagnaam is niet zo belangrijk, dat is eigenlijk vooral voor jezelf om achteraf te kunnen opzoeken waarover ging die vraag weer. De GBV-methode. Ik had multiple choice genomen, zeker. Hè? Ik ga dus annuleren, want ik ga dat niet gebruiken. Ik ga dus gewoon in mijn geval een juist fout vraag stellen. Annuleer. Dus ik ga een vraag toevoegen. Een nieuwe vraag. Ik ga nu niet opnieuw heel die uitleg doen. Waar niet waar. Voeg toe. GBV-methode. Waar niet waar. De GBV-methode doe je altijd zelf en alleen. Oké, en dan zeg je van, oké, hier kan ik dus algemene feedback geven bij die vraag. Dat betekent, nadat de cursist geantwoord heeft, krijg je dit stukje altijd te zien. Dus hier kun je zeggen van, kijk, ik ga een verwijzing plaatsen naar waar je meer informatie kunt vinden in de cursus, als je het niet meer goed wist. Of je kunt nog even kort herhalen. Wat de essentie was. De GBV-methode of gezond boerenverstand gaat uit van deskundigheid. Dus je hebt best een expert in de buurt. En dat hoef je niet zelf te zijn. Oké, dus het juiste antwoord is in ons geval niet waar. Welke feedback ga je erbij geven als ze zeggen waar? Dus kun je bijvoorbeeld zeggen van, als jij de expert bent, kun je dit effectief doen. Vaak hebben anderen meer praktische ervaring. Je kunt dat natuurlijk langer en uitgebreider maken. Feedback voor niet waar. Goed zo. Voilà. Je kunt opnieuw gaan kiezen meerdere pogingen wat er dan gebeurt. Je kunt bewaar de wijzigingen. En de vraag is toegevoegd. Voilà. En als mijn cursus nu klaar is. De toets is op 10 punten. Dus ik moet hier 10 hebben. En ik ga terug naar mijn cursus. Ik zou ook de navigatie hier aan de rechterkant, gebruiken om te zeggen van ik ga terug naar mijn cursus risicoanalyse. Voilà. Oei. Ik ben te ongeduldig geweest. En dus wat zie je dus als je nu dat knopje uitschakelt? Zijn hier enkele items bijgekomen, de GBV-methode, dus als je erop gaat klikken nu, dan zie je dus die uitleg die we gemaakt hebben, en ook wanneer het laatst gewijzigd is. En als je nu de test gaat doen, kun je zeggen van, oké, we proberen de test. En je zegt van, oké, het is waar, einde poging. En beëindig de test. Want normaal zijn er meerdere vragen natuurlijk. Hè. Bewaar alles en beëindig de test. En nu zegt hij van, oké, kijk. Dus
Ik had het foute antwoord gegeven. Dus hier eerst gaf je dat algemene antwoord en dan het foute antwoord. En zoals je ziet, linkt hij automatisch de titel van een hoofdstuk door naar die pagina. Oké. Ik denk dat we nu de belangrijkste dingen gezien hebben. Het enige wat we nog gaan doen, is nu bij ons stukje nog een taak aanmaken. Dus waarbij iemand moet aan de hand van de GPV-methode een risicoanalyse uitvoeren van zijn locatie. Dus we gaan opnieuw de knop bewerken inschakelen. We gaan een nieuwe activiteit toevoegen, namelijk een opdracht. Voeg toe. De poes. Voer een risicoanalyse. Ga op zoek in je werkomgeving en voer de GBV-methode. Pas de GBV-methode toe op een werkpost. Betrek gerust een collega als je het zinvol vindt. Oké. En nu ga ik dus zeggen van kijk, we kunnen er ook opnieuw een datum op plakken. Van dat kan pas vanaf dan, moet het klaar zijn tegen dan. Je kunt dus op die manier ook een soort kalenderstructuur maken. En we kunnen zelf teksttypen ter plaatse, of we kunnen een bestand als bijlage meesturen. In ons geval gaan we het de keuze laten. We gaan wel een woordlimiet instellen. Als je een online tekst typt, mag je maximum 500 woorden gebruiken. Ik ga het hier ook toevoegen, dat de cursus dat weet. Merk op, beperkt tot 500 woorden. En er mag maximum één bijlage toegevoegd worden. Opnieuw, als je al die instellingen wil bekijken, al die opties wil gaan lezen, kijk er maar eens door. En dan klik je gewoon bewaar de instellingen of bewaar de wijzigingen. En we gaan naar de cursus. Dus hier zie je dus opnieuw het overzicht. En dus dit krijgt de cursus te zien. Ik ga even terug naar de pagina nu. De pagina zoals de cursus dit ziet. De risicoanalyse uitvoeren. En ik kan hier dus een inzending toevoegen. Ik kan dus tekst plaatsen. Mijn bureau heeft geen goede bureaustoel. En mijn scherm is te klein. Ik zou kunnen een bijlage bijsturen. Ik ga dat in dit geval nu eens niet doen. En ik bewaar de wijzigingen. Ik moet dat nu niet uitgebreid doen, dat is gewoon een demonstratie natuurlijk, hè. Dus dan krijg jij dus... Nog één interessante tip. Dus als je zegt van ik wil echt eens de cursus gaan bekijken zoals een cursist het ziet, dan ga je zeggen ik kan mijn rol wijzigen naar die van het cursist. Wat zul je dan zien? Dat de onzichtbare stukken ook echt onzichtbaar zijn. Die zie je echt helemaal niet meer. En op die manier kun je dus echt gaan zien wat een cursus doet. En dan kun je hier opnieuw terugkeren terug naar mijn rol. Zoals je ziet zijn er nog heel wat andere mogelijkheden, maar we gaan daar voorlopig afblijven. Ik denk dat je hiermee al kunt starten om je eerste cursus aan te maken. Veel succes, hopelijk ook veel plezier en aarzel niet als je vragen hebt om mij te contacteren. Bedankt!